Naar aanleiding van onze oproep hebben we ontzettend veel reacties binnengekregen. Waaronder van Willy Bonnik. Zij vroeg zich af wat mammatuswolken zijn. En om precies te zijn, hoe ontstaan mammatuswolken? Wat? Mammatuswolken? Mammatus is de naam voor buidelvormige wolken die je regelmatig ziet vlakbij zware buien. Volgens een oude volkswijsheid zijn deze buidels gevuld met hagelstenen. Maar klopt dit wel? Of schuilt er toch nog iets anders achter deze wolken? Tijd dus voor wat opheldering over wat mammatuswolken precies zijn en hoe ze ontstaan. Meteoroloog Wilfred Jansen legt het je uit. Ja, mammatuswolken. Goeie vraag. Maar waar komt het woord mammatus nou eigenlijk vandaan? Het komt uit het Latijn, het woord mamma, wat in het Nederlands vertaald borst of uier betekent. Ja, en als je die mammatuswolken zo ziet, dan is die naam zo heel gek nog niet. Soms worden ze wel eens borstwolken, uierwolken of buidelwolken genoemd. Maar in de weerkamer komt het woord mammatus een stuk vaker voorbij. En als je die mammatuswolken wilt zien, dan kun je het beste naar grote buienwolken kijken. Zowel in de zomer als in de winter groeien stapelwolken uiteindelijk omhoog en stoten hun hoofd tegen de tropopauze, waardoor een zogeheten aanbeeld ontstaat. En als we eventjes uitzoomen, dan zien we dat natuurlijk heel goed. Die wolk heeft de vorm van een aanbeeld. In die stapelwolk gaat lucht met hoge snelheid omhoog, maar aan de randen van het aanbeeld hebben we juist dalende luchtbewegingen. En dat is het begin van het ontstaansproces van mammatuswolken. Die mammatuswolken die bestaan natuurlijk uit een aantal ingrediënten. Ijskristallen, sneeuwvlokken en waterdruppels. En die worden door bellen koude lucht in het aanbeeld langzaam mee naar beneden genomen. En omdat ze door die dalende koude lucht mee worden genomen, ontstaan als het ware dus die karakteristieke buidels die we uiteindelijk dus ook als mammatuswolken zien. Mammatuswolken zijn bijzonder, want het is de enige wolkensoort die ontstaat bij dalende luchtbewegingen. Elke andere wolkensoort lost juist op wanneer de lucht daalt. En wil je mammatuswolken zien? Ja, dan kun je het beste aan de onderkant van het aanbeeld kijken. Maar waar moet je dan kijken? Aan de voorkant of aan de achterkant van de bui? Je moet juist kijken naar de achterkant van de bui. Want vaak als het slechte weer is gepasseerd, klaart het op. En kun je eventjes achterom naar de bui kijken. En dan zie je vaak aan de onderkant de mammatuswolken. Ze zijn vaak het allermooist tijdens zonsondergang. Dan krijgen ze die karakteristieke gouden kleur. Je ziet de blauwe lucht al van de wegtrekkende bui, maar hier dus heel mooi die mammatuswolken. En tijdens zonsondergang zijn ze vaak veruit het mooist. De ene keer zelfs mooier dan de andere keer. Maar hoeveel tijd heb je dan om die mammatuswolken te zien? Een individuele mammatuswolk bestaat ongeveer een kwartier. Maar zo'n heel veld met mammatuswolken die kan soms wel uren zichtbaar zijn. Er schuilt dus meer achter de wolken dan alleen de zon. Heb jij nou ook een leuke of prangende weervraag? Laat het ons dan weten door te mailen naar weervraag@weerplaza.nl. En wie weet beantwoorden we jouw vraag de volgende keer wel.